Op naar zaterdagavond, waar Tessport in eerste nationale gastheer was voor Royal Knokke. Beide teams doen het meer dan behoorlijk met een zesde plaats voor Knokke en een negende plaats voor de thuisploeg, waar we amper 8 minuten moeten wachten wanneer Bertaccini de bal heerlijk binnenkomt. En zo staat het meteen 1-0. Het is een aangename pot voetbal waar ook de bezoekers diverse kansen krijgen om op gelijke hoogte te komen. Maar scoren is een probleem op speeldag 31. En wanneer ze dan net voor rust, minuut 43, te veel ruimte geven, kent Mbayo geen genade en knalt de bal wel heel lekker binnen. Het staat 2-0. Royal Knokke mag nog een hoekschop nemen, minuut 45, en nu lukt het wel. De bal gaat eerst nog tegen de dwarslegger, waar Bailly in herneming Knokke op 2-1 zet. En zo hebben we meteen de ruststand. Ook in de tweede helft krijgen we leuk voetbal te zien met diverse kansen voor de kustploeg, waar de bal er niet meteen ingaat. En zo is het toch wel opletten wanneer de thuisploeg het van ver probeert. De bal gaat maar net over doel. De grootste kans voor de bezoekers komt er in minuut 75, wanneer ze eerst nog op de paal trappen, waar de herneming dan weer net naast gaat. En zo pakt Tessport de 3 punten en staat het op plek 9, waar Knokke op een 7e plaats staat in het algemeen klassement. Tessport versus Knokke met een eindscore van 2-1. Nee, de ploeg die de meeste doelpunten maakt, die gaat met de overwinning weg. En vandaag is dat Tess. Ik denk dat we een wedstrijd hebben gezien met twee ploegen die voluit de aanvallende kaart hebben getrokken. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een zeer, zeer mooie wedstrijd is geweest. Ik denk dat we beide 6 doelpunten hadden kunnen maken. Maar de keepers doen ook mee. En de eindstand is 2-1. En dat is jammer voor ons, want ik denk niet dat we het verlies echt verdienen. Maar in voetbal is het zo dat enkele doelpunten tellen. Mag ik zeggen dat de afwijking een beetje minder was vandaag? Ja, we hebben de kansen gehad. Sommige zijn gemist, sommige zijn ook gered door de keeper van Tess. Dus al bij al. Ik kan mijn ploeg helemaal niks verwijten. Ik heb ze een hele goede partij zien spelen. Ik heb een ploeg gezien die er echt voor gegaan is, tot de laatste minuut. Alleen de laatste pas, die was niet altijd echt goed. Maar ik zeg het, de kansen zijn er geweest. En ik vond het... een zeer goede partij. Ik denk dat we een heel goede analyse hadden gemaakt over de tegenstander. Wetende dat zij voor hun heel veel snelheid hadden. Dus we hebben getracht de ruimte in de rug van onze verdediging weg te pakken. Wat resulteerde dat ze de eerste helft dan ook weinig tot geen kans hebben ingespeeld. We wisten ook dat zij achterin, met onze twee spitsen 1-1, dat er mogelijkheden lagen. We hebben ook geopteerd om Laurens Vermeijl tussen de linies te zetten. Om in de rug van die twee verdedigende middenvelders daar de vrije ruimte te zoeken. En ja, de eerste helft was dat heel duidelijk dat duidelijk aansloeg. Ik denk dat we ook verdiend 2-0 voorsprong komen. Jammerlijk krijgen we nog dat doelpunt tegen, net voor de rust, op stilstaande fase. Want ik vond ons een heel sterke eerste helft spelen. Tweede helft. Iets nonchalant, een paniekreeg ook met momenten, maar langs de andere kant weinig weggegeven. Ik denk dat we nog de kans hebben gehad om de 3-1 te maken. Helaas valt hij niet, maar ik denk op 90 minuten, op basis van de kansen, toch een oververdiende overwinning voor Tessport. De punten blijven thuis. Ik denk, evenwichtige wedstrijd misschien wel. Hè. Eerste helft denk ik dat wij een beetje dominanten waren, dat we wel de ruimte goed vonden. Knokke, denk 2 mogelijkheden door eigenlijk fouten van ons. 2-0 voorsprong en dan jammer hoe we dan net voor de rust die 2-1 binnenkrijgen op stilstaande fase. Dat is altijd spijtig, maar goed. Dan bij de rust eigenlijk een beetje aangegeven van doe door gelijk we bezig waren. Maar ik moet zeggen dat we wat tweede helft een beetje te onrustig waren. Bal te weinig bijhouden. Uiteindelijk denk ik wel dat je nog heel wat kansen krijgt om gewoon de wedstrijd dood te maken. Dat je die dan mist. Knokke daarentegen, die misschien ook nog wel 2-3 goede mogelijkheden heeft, hè, met Sula. Maar al bij al zijn we content met de 3 punten. Hè.